Plus en min met letters, gelijksoortige termen, zoals je zat in de wiskunde, hè, herleiden, zo schrijf ze kort mogelijk. Ik ga laten zien hoe pak je dat aan. En hoe voorkom je nu dat je deze bijvoorbeeld fout doet? Dat ga ik laten zien. Sowieso is mijn tip, zet strepen of lijnen of stippenlijnen. Dat helpt enorm. Ik zet hier eventjes, voor mezelf maak ik even een klapblaadje. En dan gaan we beginnen. Ik begin met som A en scroll gewoon naar die je wil zien. Als het goed is, schrijf ik daar altijd het lettertje van de som. Nog even een tip: als je met letters werkt en dit is je somletter en je hebt geen kantlijn, zet even zo'n haakje omheen, anders gaat die mee in je sommetje. En dat is zonde, want die hoort er niet bij. Nou, 2x. Kijk, als het met x is nog anders, maar voor hetzelfde geld is met a'tjes. En voor je het weet heb je een heleboel a'tjes. Heb je er gewoon eentje extra. Zo. Wat ga je nu doen? Nou, je gaat eerst bij plus en min altijd kijken. Mag ook, oh, kak. Ik neem verkeerd. Oh, nou ja, heb ik al gezegd. Ik ga hem niet voor opnieuw opstarten. Hebben jullie vast niet gehoord. En kak is net het randje van wat mag, denk ik. 2x min 3x min 4y. Zag je dat mijn overschreef fout? Laat hem erin, want anders is het ook alleen maar goed dat jullie zien dat dat kan gebeuren. Nou, wat ga je nu doen? Nou, je gaat nu eerst kijken wat zijn dezelfde dingen. Dus als ik hier ga kijken, dan heb ik 2x min 3x min 4y. Dan heb ik hier twee keer het getal x, waar ik drie keer het getal x van afhaal. En daarna haal ik nog eens een keer vier keer het getal y ervan af. Dus als ik hier 2x min 3x doe, nou, als je 2x hebt en je haalt er drie keer dat getal x weer van af, dan heb je de tekort. Hoeveel? Eentje. Dus dat zou zijn min 1x. Alleen, dat was die hele bijzondere, als je min 1 keer iets doet, bijvoorbeeld min 1 keer 8 is min 8. Min 1 keer 7 is min 7. Dus dit wordt min x. He, min 1x, min 1 keer x of min 1x wordt min x. Dus dit wordt min x. Ja, en die oranje, daar kan ik nergens mee samennemen. Dat is gewoon min 4i. Wat moet ik hier nog bij zeggen? Bij die min 4i mag je dus niet gaan samennemen dan vervolgens met die x. Want bij plus en min kijk je gewoon naar, zijn het dezelfde getallen? Ja, dan mag het samen. En anders niet, dan blijf je er gewoon vanaf. Dan gaan we kijken naar som B. En die lijkt erop. Even mijn hoofd erbij dat ik hem goed overneem. Ik ben nog maar net begonnen en ik maak al zo'n overschrijffout. 2x min 3i eraf 4i is gelijk aan. Zie het echt zo dat de minnen horen wel te achterkomen. Let op met die strepen niet door de min zetten, want voordat heb je een plusje gemaakt. Dus nu gaan we kijken, wat mag je samen doen? Nou, dit is een 2x. En dan heb ik nog eens een keer min 3i, min 4i. En zo moet je hem straks ook echt zien. Dus eerst even die 2x gewoon, hè, daar kan ik nergens mee samennemen. En nu even goed opletten. Nu moet je echt kijken. Min 3i, de min hoort bij wat erachter komt. Is logisch, want die zegt iets over wat je gaat doen. Die min zegt, dit gaan we eraf halen. Anders was het wel een plus geweest. Dus die min, die hoort bij wat erachter komt. Dus zie dit echt als min 3i, min 4i. En dat is min 7i. Als je nu een trucje doet, dus als je zegt, oh, ik doe gewoon 3i min 4i, dat is min i, minnetje ervoor, oh, min min wordt plus, dan krijg je plus i. Dus dit, misschien kon je dit niet volgen, gelukkig maar, er zijn er best veel die doen dit zo, en dan zetten ze die minnen los voor. En dat moet je echt niet doen. Het minnetje hoort bij wat erachter komt. Dus wat je hier doet, min 3i, min 4i. Snap je het nu nog niet? Niet afhaken, tegen de tijd van het einde van de som, heb je denk ik wel door. Dus niet denken, oh, snap ik niet, bam, stoppen. Nee, echt even verder kijken. Niet voor mij, voor jezelf, hè. 2x min 7. Dan gaan we naar de volgende. En dat is c. Wel van die gezellige sommen. Min 3a eraf. Oh, ga ik het daar schrijven. Min 3a. Even zelf mijn hoofd erbij houden. Ik dwaal dan wel eens af, hè, van goh, ga ik vanavond eten of zo. Min 3a min 4a plus 2b is gelijk aan. En dat moet ik niet doen. Ik moet niet afdwalen met mijn gedachten, want dan ga ik fouten maken. Oké, nou, het is met a en met b'tjes. Alle a'tjes mag ik samen nemen en alle b'tjes. Ja, van die b heb ik er niet zoveel. Ik heb maar één stukje van. Let op dat je die stippenlijn niet door de min zet. Bij mij staat op het randje. Je mag ook gewoon zo strepen zetten. Vind ik ook goed. Je zou ook kunnen zeggen, nou, ik maak schuurlijnen. Maar dat vind ik vaak wat slordiger. Maar heel wat slordiger. Wat je ook nog zou kunnen doen, maar dat is veel werk hoor. Dat is dat je zegt, ik teken zo van die vakjes. Maar dat is veel werk.
Hè, dat je van die vakjes teken. Maar dat je dus ziet dat het drie stukjes zijn. En alles wat met een punt aan elkaar zit, is één stukje. Dat is ook weer van belang voor later. Hè. Ik probeer er altijd al rekening mee te houden. Hoe ga ik later het vervolg uitleggen? Want dan heb je daar iets om het aan vast te hangen. Nou, dan heb je min 3a, min 4a. Ik heb dus 3a tekort. Ik haal er nog eens 4a af. Dat wordt dus min 7a. Dan heb ik vervolgens nog de plus 2b. Die kan ik nergens meer samennemen. Dus die schrijf ik gewoon zo op. Min 7a plus 2b. Het gemene zit hem in als je het achterste stukje samen moet nemen. Dat is vaak gemeen. Als je iets met een stukje van achter echt moet doen en niet gelijk naast elkaar. Ik ga het laten zien. Bij deze zo eentje. Dat is een hele gemene. Min 3a. Deze gaan heel veel fout hebben, denk ik. Min 4b plus 2a. Nou, deze nog niet eens, maar... Even kijken. Ja, nou, wat ga je hier doen? Je maakt hier weer stukjes van. En let op dat je niet door de min schrijft. Dat gebeurt mij wel eens. Daar waarschuw ik je zoveel. Dit is met de a'tjes en dit is met de b. Nou, wat heb je hier nu staan? Min 3a plus 2a. Die mag ik samen nemen. Van de b'tjes niks. En a plus b of 3a plus 2b, dat mag niet samen, hè? Dat mag niet samen. Dus je krijgt hier min 3a plus 2a. He, dat zijn die twee stukjes die ik ga samenvoegen. Nou, min 3a plus 2a. Dan gaan we omhoog, he, want we zitten op min 3a. We gaan omhoog. We gaan richting de 0, maar we komen er niet helemaal uit. We hebben nog steeds tekort. En hoeveel? Eentje. En dat schrijf je in de wiskunde op als min a. Dus niet min 1a schrijven, maar min a. Dus de oranje, dat is min a. Ja, en dan heb ik nog min 4b. Dan gaan we naar som E. Even kijken hoor, dat ik hem goed overneem. Met die P's en met die Q's, die lijken zo op elkaar. Ik had even heel goed opletten. 7P min 4Q min 3Q is gelijk aan. Dan krijg je dus 7P min 4Q. En dan hebben we nog een stukje met min 3Q. Wat we nu gaan doen is dezelfde dingen samen nemen. Dus bijvoorbeeld min 4q en min 3q gaan we samen nemen. En we hebben hier nog die losse met 7p. Nou, die 7p, daar kunnen we verder niks mee. Die schrijf ik gewoon op. En dan ga ik nu samen nemen. En dan moet je echt goed op letten dat je dit goed doet. Dat je de min hoort bij wat erachter komt. Dus maak je echt van min 4q. En nu snap je bij mij net ook met die plusjes dat zo moest doen, denk ik. Min 3q. Dus ik heb 4 tekort. Ik haal er nog eens 3 af. Dan heb ik er 7 tekort. Min 7q. Wat ik hier heel vaak fout zie staan, is dit. Wat gaat er fout? En zeker als er ook geen stippenlijnen worden gezet. Wat gaat er hier dan fout? Het is fout, hè, wat ik nu ga doen. Ik zal het even erbij zetten. Wat ik nu ga doen is fout, wat nu komt. Die zeggen dan, oké, 4q min 3q is q. Oh, er stond nog een minnetje. Dat is fout. Je moet het echt zien als dat het twee stukjes zijn die je gaat samennemen. Anders ben je aan het goochelen met de getallen. Dus zie je het echt zo als twee stukjes. Dus je hebt de min 4q, want de min hoort bij wat erachter staat, min 3q. De min hoort bij wat erachter staat. Dan gaan we naar som f. En dan zijn we alweer klaar bijna. Som f. Min 3t. Oh wacht, ik zal even de gewone t doen. Min 3t. Min 4t. Min 5t. Is gelijk aan. Nou, deze mag in één keer, maar het is denk ik misschien voor jullie wel fijner om in stapjes te doen. Bedenk eerst, het is allemaal met t's, hè. Maar doe eerst even zo die lijnen. Zo, dat is wel heel slordig, maar goed, voor een keertje kan het. Min 3t, min 4t. Ik heb er 3 tekort. Ik haal er nog eens 4 af, dan heb ik er 7 tekort. Niet dit daar gaan schrijven, dan in één keer gewoon min 7t. Maar, dan heb ik nog een stukje, ik was nog niet klaar, dan heb ik nog 5t wat ik er af moet halen. Het lijkt een beetje op ook met dat rekenen idee, weet je wel. Als je dus hebt 5 plus 3 plus 2, dan deed je eerst 5 plus 3 is 8... Plus 2 is 10. Dat is eigenlijk wat ik hier aan het doen ben. En dan krijg je dus min 7t, min 5t en dat is min 12t. Dat was hem. Ik hoop dat je er iets aan had. Bedankt voor het kijken en tot het volgende filmpje. Doei!